Je bent nog zo klein, zo onschuldig, nog onbewust van alle gruwelen in de wereld, wanneer je voor het eerst de daglicht ziet. Hoewel de vraag is of je het felle licht van de TL-buis wel zo kunt noemen. Maar dit is hoe je de wereld leert kennen. In een veel te kleine ruimte, opgesloten, met duizenden anderen. Je eigen moeder ken je niet. Deze was al in het begin hardhandig van je weggesleurd, naar een betere wereld. Dat was wat je geloofde toen. Niet wetende dat de waarheid te hard was om onder ogen te komen. Te hard om te verzinnen. Het enige wat jij had, in een stal vol met duizenden vreemden, waren je broertjes en zusjes. De buitenwereld heb je nog nooit gezien. Jouw leven bestaat niet uit met je broertjes in de weide spelen, lekker door de modder woelen of in de zomeravond in de zon liggen te genieten. Nee, waar jij opgroeit is de zomer niet leuk. In plaats van door de weide te rennen, associeer jij de zomer met een verzengende hitte. In jouw kleine ruimte is geen plek om te bewegen. Het enige wat jij kunt doen, is eten en wachten. Je wacht maar en wacht maar, denkend aan het Valhalla wat jou is beloofd. Maar het lijkt alsof er nooit een einde aan zou komen. Dus ga je maar volproppen, want dat is hoe ze je willen. Vet gemest, mals en rond. Hoe eerder, hoe beter. En dan eindelijk, na maanden niets anders te kunnen doen dan eten en wachten, is de dag aangebroken. Daar komt het voertuig waarmee je eindelijk naar de heilige plek zult gaan. Jou hoeft ze niet naar binnen te sleuren. Jij loopt blij de vrachtwagen in. Op weg naar een betere wereld. Op vrede manier worden elke dag talloze onschuldige dieren vermoord. Na een leven lang in een veel te kleine, donkere stal opgesloten te hebben gezeten. Niet wetende wat voor gruwelen hen te wachten stonden. Niets wetende van de wereld buiten de stal. Als enige doel om op iemands bord te belanden. Hoe sneller, hoe beter. Maar niet alleen het dierenleed is een van de problemen van het vlees. Ook is het slecht voor het milieu. Door zoveel dieren te houden ontstaat er namelijk enorm veel uitstoot van schadelijke stoffen. Door zoveel dieren te houden. Daarnaast worden er bossen van regenwouden gekapt om het voer van de dieren te kunnen verbouwen. Dit kan zo langer niet doorgaan. Dit moet nu stoppen. Niet alleen voor het welzijn van de dieren, maar ook voor de wereld. En dus voor jou. Dus denk de volgende keer maar aan dat zielige varkentje wat je daar in je winkelmandje gooit en koop in plaats daarvan een vega variant.